Ja, enorme discussies zijn er gaande. En opinies ook. Ja, heel veel mensen. En meningen ook over het VI vandaag. Ja, het programma dat nu begonnen met die Derksen en Gijpen, weet ik veel. Die zijn dus nu elke dag op SBS. En iedereen heeft daar ineens heel zwaarwichtige meningen over. Ja, zeg. Dat is toch heel simpel. Dat SBS, die moet toch gewoon weer voor de zoveelste keer hun handjes dichtknijpen. Want die hebben hier helemaal niks aan hoeven te doen. Daar heeft niemand over hoeven na te denken. En het komt, ze wordt gewoon in schoot geworpen. Dat hele VI. Die gasten hebben gewoon een goede interactie met elkaar. En dat is hem dan. Meer is het niet. En iedereen die daar serieus naar kijkt, naar de VI, die heeft het gewoon helemaal mis. Want daar begint het mee. Mensen zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Nee, natuurlijk kan het allemaal niet. Het is gewoon een beetje cafépraat. Het is gewoon dat gelul aan een bar. En dan maakt het niet uit wat je zegt. En dan flap je er maar uit en dan doe je maar wat. Je wordt nooit ter verantwoording geroepen. Er is nooit iemand die zegt, nou, dat klopt helemaal niet. Of wat. Nee, gewoon roep maar raak en klaar. Dat is hem. En dat is nou exact VI vandaag. Want je denkt toch niet dat bijvoorbeeld zo'n Gijp, dat die verstand heeft van corona of wat dan ook. Nee, natuurlijk niet. Maar dan ook totaal geen verstand van. Maar goed, je luistert ernaar en je denkt alleen maar, ja, maakt het uit. Maar aan de andere kant is er zo'n Gijp, die zegt wel ineens zomaar tussendoor, die zegt, die koning Willem-Alexander, die kan er eigenlijk helemaal niks van. Dat is dan wel weer een hele goede opmerking. En ook verschrikkelijk waar. En dat hoor je dus nergens anders op de Nederlandse televisie. Daar zit het succes. Het succes is gewoon de truttigheid van de rest. Dat is hun succes en niks anders. Op één, daar wordt toch helemaal niks gezegd. Dat zit me daar, een paar van die dames, dat is niet te harde. En die hebben dan ook nog niet eens plezier met elkaar, want het lachen is daar dus absoluut verboden bij Op één en noem maar op. Dus, en al die andere programma's op tv is ook allemaal te truttig voor woorden. Ze gaan nooit de grens over. Er wordt nooit iets gezegd waarvan je denkt, oh, oh, wat gebeurt daar? Nee, nooit. En dat gebeurt nou exact wel bij VI. Dat VI vandaag moet je gewoon zien als de Muppet Show. Weet je nog, die twee gasten die daar zaten in die Muppet Show daarbovenin. En die hadden dan commentaar, dat is dit ook. Dat zijn, het is gewoon een beetje babbelen en commentaar geven op wat er gebeurt. En je hoeft niet altijd precies alle feiten te weten. En je hoeft niet alle kennis te hebben. Nee, je gooit gewoon je mening eruit. Een punt. En soms is het heel lollig. En soms is het waar. En soms is het alleen maar slapgeouwe hoer. En dat maakt niet uit. En dat is het succes van VI. Gewoon, zij verslaan de truttitas.